Yo mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over een toekomstplan die zal plek vinden in Bobbejaanland. Het is allemaal nog niet zeker, maar de directie van Bobbejaanland heeft interesse in een freefall toren. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het zal niet zo'n hele lange video worden, maar in deze video ga er zo wat te weten komen wat de ideeën en alles zijn. Een tijd geleden kwam er nieuws naar buiten waarin stond dat Bobbejaanland interesse heeft in een freefall toren. Die interesse is opgekomen sinds dat Yves Peters, de directeur van Bobbejaanland, het Zweedse park Gronaland had bezocht. Waar dan een 95 meter hoge freefall toren stond. Blijkbaar was hem daar echt zo enthousiast over dat hem zelf interesse had om in zijn eigen park zo'n attractie te bouwen. In Gronaland opende hij in 2017 onder de naam Icaros. Het is zo bij deze attractie dat de stoelen waar dat je in zit op het hoogste punt een beetje naar voren kantelen, waardoor dat je echt recht de diepte in staart. Een superbeleving, zei hem. We missen deze wel echt in Bobbejaanland zelf. Dus er bestaat een grote kans dat binnen een aantal jaar een freefall wordt gebouwd in Bobbejaanland. Persoonlijk vind ik het een heel goede keuze als dat zou waar zijn. Want ik zit zelf al jaren te hopen dat Bobbejaanland ooit een freefall toren gaat bouwen. Want het is inderdaad wel een attractie dat ze daar missen. En het is langs de andere kant ook wel een van de enigste grote attracties die ze in het park nog kunnen bouwen. Want ja, als ze nog eens een grote achtbaan willen bouwen, dan zullen ze waarschijnlijk een andere attractie moeten afbreken om ruimte te creëren. Dus dat is ook niet echt zo aan te raden om attracties te gaan verwijderen. En freefall torens zijn ook topattracties. En het voordeel daarvan is dat je totaal niet veel plek nodig hebt. Moest het gebeuren, zou Dalton Terror in Walibi dus niet meer de enige freefall toren in België zijn. Ja, ik hoor nu al denken, Bellewaerde heeft er ook in staan, maar dat is een shot and drop, dat is geen freefall toren. Maar echter zal deze dus een heel andere techniek kennen. Die stoelen die je naar voren gaan kantelen, heeft Dalton Terror niet. Het is een beetje te vergelijken dan met Highfall in Movie Park. Daar heeft ook kantelende stoelen, maar dat is dan ook toch nog altijd een ander type freefall. Dat is een Giro drop toren. Ene die draaiend naar boven gaat. En deze is zo'n lange bank met stoelen die gewoon naar boven gaan zonder te draaien. Van het zogenoemde skyjump type. Icaros van Gronaland is de tweede in zijn soort. Dus dan zou Bobbejaanland waarschijnlijk de derde ter wereld bouwen, moest die komen. Als locatie voor de attractie is er nog niet echt een plek uitgekozen. Het zal in ieder geval dicht bij het water zijn, daar dicht bij het reuzenrad. Daar blijkt nog een stuk plein leeg te staan waar er nog plek is. Maar moesten ze het buiten reuzenrad gaan bouwen, moeten ze wel nog bespreken welk thema het zal krijgen. Want dat stuk van het park heeft eigenlijk absoluut geen thema. Het cowboydorp ligt er vlakbij, maar op zich daar bij het reuzenrad en die Big Bang, daar is totaal niks van thema. Dus als hij komt, persoonlijk wil ik wel dat het een thema krijgt, dat hem redelijk mooi wordt afgewerkt. Maar er is dus nog totaal geen zekerheid over de attractie. Maar eigenlijk denk ik wel dat het ervan gaat komen. Want als Bobbejaanland nog een nieuwe attractie wil bouwen, zullen ze zoiets moeten doen. Een freefall, die kunnen ze altijd neerzetten, daar is niet veel plek voor nodig. En voor de rest heeft Yves Peters nog meer zaken op zijn verlanglijst staan. Mogelijkheden genoeg, denk ik. Maar ik zou eerder zeggen dat we het woord even geven aan Yves Peters zelf. Staan er nog attracties op jouw verlanglijstje wat dat betreft? Heel veel. Heel veel, maar als je mij de keuze laat. En het klinkt misschien stereotyp, maar een freefall genre Icaros van Grönland, die mogen ze mij altijd geven. Ja, qua attractietype zou dat er goed tussen passen, hè? Want ik kijk omheen en ik zie heel veel achtbanen. Er zijn ook veel waterbanen hier, dus ik denk niet dat dat zo snel de eerste investering zou zijn.
Ja, een freefall. En ja. Dan kijken we nu eventjes naar de skyline voor Bialand. Daar in de verte hebben we Dreamcatcher, het reuzenrad. Ja. Ja. Waar zou die zo tussen kunnen passen? Wel, Revolution er nog tussen? Je kijkt denk ik naar de juiste plaats. Je ziet daar bijvoorbeeld een mooi pleintje nog liggen voor het reuzenrad. Dicht bij het water in ieder geval. Natuurlijk moeten we eventjes kijken naar thematisering en in welk gebied hij juist terecht kan komen. Maar mogelijkheden genoeg, denk ik. Denk je dat als we hier over 3 jaar zitten, dat hij er dan misschien al staat? Het is een van de mogelijkheden. Oké. Okay. Het is wel een leuke mogelijkheid. Het is ook iets onderscheidends. Absoluut, absoluut. En het is zoals u zelf zegt, we missen het nog. Goed. Nu heb de woorden eens uit zijn mond gehoord. Maar voor nu was deze voor de video. Het was gewoon even een aankondiging dat Bobby Holland een freefall zou bouwen misschien. En ik hoop vooral dat die gaat komen, want ik ben een fan van freefalls, dus laat ze maar komen. Maar dit was de video, dus like, abonneer. Ja, als het zeker is, dan maak ik een nieuwe praatvideo over de freefall die mogelijk in Bobby Holland zal komen. Dus, ciao!